Stichting Microtoerisme Inzicht presenteert in Berlijn de Rosa Luxemburgplatz. Gratis stadswandelingen en MP3 audiotours vindt u op www.microtoerisme.nl. De Rosa Luxemburgplatz in de Berlijnse wijk Mitte wordt gedomineerd door de Volksbühne. Dit volkstheater stamt uit 1914 en is tussen 1950 en 1954 herbouwd na de oorlogsvernietiging. De bouwopdracht werd in 1914 gegeven door een vereniging van arbeiders. Die wilde dat hier realistisch theater gemaakt wordt voor de gewone werkende man. Nog steeds komt 70% van de bezoekers uit de voormalige DDR. Het plein is vernoemd naar Rosa Luxemburg. Samen met Karel Liebknecht voerde zij na de Eerste Wereldoorlog de arbeiders aan die de macht in Duitsland opeisten. In 1919 werden Liebknecht en Luxemburg door hun tegenstanders vermoord. Citaten van Rosa Luxemburg zijn in brons gegoten en, bij wijze van monument, in de trottoirs rond het plein aangebracht. Een tweede opvallend gebouw aan de Rosa Luxemburgplatz is het okerkleurige gebouw waarin op de hoek Kino Barbizon is gevestigd. Het is vanaf 1920 een van de oudste bioscopen van Berlijn. Van oudsher wordt er een alternatief programma vertoond, onder andere met ouderwetse stomme films, begeleid door levende muziek.